Ik ben John Flippo, ik ben site director voor Alpro, voor de site Wevelgem. Ik werk al 22 jaar voor Alpro. We zijn een merkbedrijf met Alpro en ProVanMel, dus zetten wij heel sterk in op innovatie en duurzaamheid. Het zit echt in ons DNA ingebakken. Daarvoor is Vlaanderen ook een heel goede geografische ligging als bedrijf. Wij hebben hier heel veel expertise op vlak van voeding. We vertrekken van de volledige sojaboon, zoals die van het land komt. We gaan die eerst ontpellen, omdat het eiwit en de voedingsrijke elementen zitten vooral in het vruchtvlees van de sojaboon. En het vruchtvlees gaan we dan in water gaan mengen. En we gaan dat fijn gaan malen, totdat al het goede van het vruchtvlees, zeg maar, zich gaat gaan oplossen in het water. En we op die manier een sojabasisdrink hebben. Daar kunnen we dan nog alle soorten ingrediënten gaan toevoegen. Cacao, rietsuiker, vitamines enzovoort, calcium. Wat ons eigenlijk nog onderscheidt van andere voedingsbedrijven is het feit dat de meeste voedingsbedrijven eigenlijk een gewoon mainstream product proberen groen te maken, te verduurzamen. Terwijl dat wij eigenlijk met een intrinsiek duurzaam product, een plantaardig groen product, we proberen dat product gewoon mainstream te gaan maken. En daar slagen wij ook bijzonder goed in. Dus wij maken het eigenlijk een stuk aangenamer en smakelijker om op een gezonde manier te gaan eten. Ik ben van Kolenberg Jonas, ik ben 25 jaar en ik werk nu al 6 jaar binnen Alpro. Oorspronkelijk ben ik hier gestart als stagiair. Nu werk ik nog altijd binnen Alpro, omdat er hier veel uitdagingen zijn en omdat het een hoogtechnologisch bedrijf is. En dat vind ik wel leuk en daarom blijf ik hier eigenlijk. Wat dan wel jammer is, dat er geen technici meer gevonden wordt op de arbeidsmarkt. Dat is blijkbaar in verschillende bedrijven zo, maar zeker ook in Alpro. Wat ik wel jammer vind, want de industrie is een leuke omgeving voor in te werken. Veel technologie, veel uitdaging. Het specifiek binnen Alpro aan technieker zijn is juist de veelzijdigheid en die uitdaging die dat met dat meebrengt. Je bent niet enkel mechanicien of elektricien. Je bent een allround technieker die instaat voor verschillende takken binnen de techniek. Je voelt dat ook in de omgeving met je collega's en dergelijke, dat er echt wel een passie is voor hun techniek, dat ze met plezier komen werken voor die uitdaging te volbrengen. Naast dit vind ik het ook wel tof om elke dag mijn steentje bij te dragen tot lekkere, gezonde, plantaardige voeding. Mijn naam is Heidi de Mullenaren, ik ben 41 jaar. Ik werk sedert januari 2005 bij Alpro en ik ben er werkzaam als HR Business Office Manager. Alpro-medewerkers zijn zeer gepassioneerde mensen. Ze komen niet alleen naar het werk om puur hun centen te bekomen, maar wij zijn ook zeer begaan met de planeet. De mensen gaan dan ook zeer gepassioneerd omgaan in het productieproces en alles werkstelligen om alles zo vlot mogelijk te laten lopen. Natuurlijk brengen we dan ook op die manier zeer lekkere en plantaardige producten op de markt. Bij Alpro zeggen we dan ook, Alpro people make it happen. Ik ben Charlotte Callens, ik ben 26 jaar. Ik werk nu zo'n 9 maanden hier ongeveer in Alpro. Ik ben mama van jonge kindjes, dus ik vind het heel belangrijk dat ze gezond eten. Naast fruit en groenten kunnen ze dan ook een gezond tussendoortje geven. Mijn vriend is ook wielrenner, het is ook belangrijk dat er gezond eten op tafel komt voor hem. Dus als ik Alpro-producten gebruik, ben ik er ook zeker van dat het gezond is en dat het ook lekker is en gevarieerd. Het is hier echt een open bedrijf, de sfeer is hier heel open, de mentaliteit is hier los. Alpro heeft niets te verbergen, niet in de waarden, niet in de producten, kortom, what you see is what you get.